daarna laat het slokje klaren. Dat is helemaal niks voor jou, Calimero. Oh, vind je dat echt? Nou, ik wil een andere vogel zijn. Wat? Een andere vogel? Ja, ik heb erover nagedacht. Ik ben klein en langzaam, dus moet ik altijd alles vlugger doen dan een ander. En daar heb ik schoon genoeg van. Oh, dus daarom ben je zo vroeg opgestaan vandaag? Ja. En je gaat zeker ook vroeg naar school, hè? Ja. En je hebt je huiswerk zeker ook goed gemaakt, hè? Hè? Oh, hadden we dan huiswerk? Ik moest op de gang gaan staan. Jullie mogen dan misschien denken dat het ouderwets is om goed voor je vader en moeder te zijn, maar Pieter... Ja? Van wie heb je dat potlood eigenlijk? Hè? Oh, dit, van papa en mama. En van wie heb jij die kleren gekregen? Oh, die heb ik van thuis gekregen. En wie heeft jou dat schrift gegeven? Heb ik van mijn vader en mijn moeder gekregen. Zo zie je maar weer, als je iets krijgt, is het heel goed gevoel om dankbaar te zijn. Bovendien hebben jullie allemaal nog iets veel kostbaarders van je ouders gekregen. Weet jullie wat ik bedoel? Van wie hebben jullie bijvoorbeeld jullie lichaam? Van mijn vader en mijn moeder. Precies. En je hart, van wie heb je dat? Papa en mama. Heel goed. Meneer, meneer Uil heeft gelijk. Je moet iets doen voor je papa en je mama. Wat kan ik nou eens doen als ik thuis kom? Helpen met afwassen, of koffie zetten, of mijn speelgoed netjes opruimen, of wat mijn pyjama aantrek. Hé, daar heb je je oude... Nee, ik bedoel, daar is je papa. Papa, papa! Ja? Tot morgen, Calimero. Tot ziens, Brazilia. Papa, is er soms iets? Je kijkt zo verschrikkelijk somber. Nee, maar ik vroeg Calimero's vader om het vuurtje af te breken. En geloof het of niet, hij heeft zelfs de muur afgebroken. Wat drommelig aan toe. Moet je dat eens zien, Priscilla? Ah, iedereen komt zomaar naar binnen? Ja, en we zijn rijk, Priscilla. Dit is vragen om ellende. Gewoon een uitnodiging om te komen stelen. Priscilla's vader kan me nog meer vertellen. Ach, je bent ook zo moe van al dat breken. Hé, ik wil iets voor jullie doen. Zeg maar wat je wilt. Rustig, hè? Als je me wilt helpen, Calimero, houd dan eventjes je mond. Ja, doe, Calimero. Nou, maar ik wil alleen maar helpen, mama. Vader heeft zo hard gewerkt voor de vader van Priscilla. Huh? Oh... Als je iets groter was, zou je me hebben kunnen helpen met metselen, jongen. Maar nu heb ik niks aan je. Hè? Nou, dag lieve. Maak je maar niet te moe, hoor. Maak je over mee, maar geen zorgen, Cecilia. Als je een klein beetje groter was, zou je me hebben kunnen helpen met metselen, mijn zoon. Dit is mijn kans om papa te helpen. Arme papa, wat moet hij toch ploeteren? Ah.
Tjoe. Ik geloof dat ik maar eens eventjes pauze neem. Ah. Zo. Eventjes een uurtje knappen, hoor. Hij moet dood op zijn, zeg. Papa, ik ga je verrassen. Nee, ik moet niet in slaap vallen. Als ik dat doe, dan kan ik papa niet helpen. Ik heb slaap, maar ik ga niet slapen, hoor. Ik kan er niet bij. Hey. Dit is gemakkelijk, hè? Je dacht zeker dat ik niet verder kon. Maar ik heb er wat op gevonden, want ik ben heel slim. Zo, gelukt. Oh, papa. Nee, maar ik heb er geslapen. Oh. Nee, ik had me helemaal niet zo zenuwachtig hoeven te maken. Het werk gaat gewoon goed door. Zie je nou wel, ik ben toch gewoon erg goed. Ah, oh, hoi. Ik heb toch een beetje kunnen helpen. Ik heb mijn papa geholpen, zoals Leer meneer Uil heeft gezegd. En zo hoort het ook. Maar vandaag doe ik het mooi niet. Ik ga alleen maar huiswerk maken. Moet je vanavond eigenlijk nog metselen, schat? Ja hoor, en het lukt vrij aardig. Ik had niet gedacht dat ik zoveel af kon krijgen. En ik heb nog geslapen ook. Ik moet vanavond het grootste gedeelte afmaken, anders raak ik achter. Als ik het tempo van gisteren aanhoud, krijg ik het wel af. Och, papa. Wat is er, Calimero? Niks. Aan papa helpen en je huiswerk maken. Het heeft alleen maar zin als je het ook afmaakt. En dat doe ik ook. Ik stop niet voordat ik het helemaal klaar heb. 5 × 3 × 2 = 7 + 4 − 5 is... Wat zeg je me nou? Is dit je huiswerk? Het spijt me, meneer. Ik had geen tijd om het over te schrijven. Maar dit is geen werk, Calimero. Ga maar weer op de gang staan vooruit. Bah. Nou, dat is ook wat. Zo doen ze nou altijd. Nou, ik weet echt niet wat ik met Calimero moet beginnen. Maakt zijn huiswerk op een baksteen. En de uitkomsten zijn nog fout ook. Laat eens zien die steen. Het lijkt precies op de stenen van mijn muur. Je bedoelt de stenen van het muurtje? Het kan me niks schelen of ik op mijn kop krijg. Ik ga hier gewoon mee door. Nee, meneer Uil, wat doet u daar nou? Oh, hallo, Calimero. Daar kijk je van op, hè? Ik wil weten wat mijn leerlingen zoal doen, jongen. Het spijt me. Geen excuus. Schiet dan maar op, hè? Maak je huiswerk maar af. Laat dat muurtje maar er mee over. En begin dan maar gauw. Vooruit. Ja. Ja. Oef.
Ik heb het af. Oh, hoi, hoi, ik heb het af. Stil, Calimero. Je vader wordt wakker. Hm? Oh, hij slaapt nog steeds. Heel goed, ik ben ook klaar. Laat me je schriften zien. Ik moet je een pluimpje geven dat je het hebt afgemaakt, maar... Maar wat is er? Allemaal fouten. Op één na. Wat? Maar één som, goed? Oh. Nou, trek het je maar niet aan, jongen. Huiswerk maken is net zoiets als metselen. Je moet het allemaal nog leren, hè? Maar je bent nog jong, het komt wel goed. U hebt gelijk, ja, ik snap het. Lekker geslapen. Wegwezen! Oh. Zo, vandaag wordt het weer een goede dag, hè, Calimero? Ja, nee, meneer Al. Wat fijn dat we iets afgemaakt hebben. Ahoy, hoi. Zullen we lekker bellen gaan blazen? Ah, doe jij dat, Calimero? Belachelijk, bellenblazen doen alleen hele kleine onnozele kindjes. Oh ja? Maar het is leuk, joh. Ik kan jou of een huis of iets anders gewoon in de zeebel stoppen. Ah. Ah. Zie je wel, er is een heel klein wereldje in iedere zeebel. Je lijkt wel een dichter, Calimero. Hou toch op met dat kinderachtige gedoe. Ben je nog steeds niet groot genoeg voor de grote schaal? Zo draag je soms nog steeds luiers. Kan je niks wegmaken? Let maar niet op een Priscilla. Je hebt gelijk. Het park is heus niet van Calimero alleen. Let op, daar gaat hij. We besturen gewoon een vliegtuig, niet uit de zaal. Maar je zit ons gewoon te plagen, Pieter. Calimero? Calimero. Wil je mee voor een tochtje? Calimero? Nee. Moet je zien, jullie zitten allemaal in de zeebel. Hoe dan? Oh ja, je kan ons erin zien. Waarom doe je dat eigenlijk, zeg? Ik schrik ervan. Nou, ik ben jullie ook maar eens een keertje pesten, hoor. Oh, dat is het dus. Leuke manier om iemand te pesten, zeg. Zou ik ook wel eens willen doen. Ik zou je pap geven omdat je ons lastig kan. Let op, daar gaat ie. Het lijkt wel of we echt een pak slaag krijgen. Opschappen! Ik krijg je heus wel. Nou, doe we geen pijn, zeg. Leuk stelletje. Hoe zullen we ze nou eens te pakken nemen? Zo is het maar genoeg. Laten we hiermee ophouden. Ach, schiet op, domme Piet. Het doet toch eigenlijk helemaal geen pijn? Zo is het. Ophouden. Laten we gaan. Het werkt goed, hè? Ik denk niet op. Wat kunnen we er aan doen? Hetzelfde wat Calimero met ons doet. Je zei dat zeebellen kinderachtig waren. Hou je mond! Dit ruikt echt heerlijk, hoor. Wat denk je ervan? Dit is een heel bijzondere zeep. We zullen hiervan zeker betere bellen blazen. Oké, hier is het rietje. Moet je kijken. Een veel grotere bel dan Calimero. Hey, dat is gek, zeg. Nee, deze gaat helemaal niet. Misschien heeft Calimero behalve een zeep er nog iets anders in gedaan. Ja, ja, daar zeg je maar. Dat zou het wel eens kunnen zijn. Het vliegtuig. Is niet er weer natuurlijk. Heb je je pijn gedaan, Priscilla? Oh, dat zal ik ze nooit vergeven.
Ze besturen dit vliegtuig vanaf een plek die we niet kunnen zien, Brasilia. Zijn van die lafaards. Ach, laat ze toch in een sop gaan koken. Maar het zeepsop dan? Ah, helemaal niet erg. We maken gewoon nieuw. Je hoeft alleen maar water bij de zeep te doen en te mengen. Nee, dat is gek. Ze doen het op dezelfde manier. Hoe komt het dan dat onze bellen steeds kapot springen? Hé, Calimero. Hé, Pieter, je komt ons toch niet weer vervelen, hè? Nee hoor, helemaal niet. Ik wil jullie zeepsop ruilen tegen dat van ons. Het zeepsop? Ja, dat ruilen we dan tegen dit, hè. Wat ruikt dat lekker. Wat zit erin? Calimero, laat je niks wijs maken. Je weet nooit wat ze erin hebben gestopt. Alleen maar zeep, echt waar. Alleen maar hele goede zeep. Ja, goede zeep vertrouw je het niet. Als je niet met ons wilt ruilen, beginnen we gewoon weer met het vliegtuig, hoor. Wat, dat is helemaal niet eerlijk, Pieter. Wat vind jij, Calimero? Nou, goed, we ruilen. Gelet, het is een lekker gelet. Hé, hey, Calimero en Priscilla zullen woede zijn als ze merken dat ze geen bellen kunnen blazen, hoor. Nou, het bewijs is goed beet gehad, hè? Oké, laten we dit anders proberen. Nou, ik kan het gewoon niet. Het ruikt zo lekker. Ja, goed dat we geruild hebben, hè. Deze zeebellen ruiken naar, wacht eens even. Die zeep die ik speciaal uit het buitenland heb laten komen. Oh. Wat? Mijn zeep die ik helemaal speciaal had importeren verdwenen. Pieter, Pieter. Oh, mama. Waarom heb je de zeep weggepakt waar ik zo dol op ben? Zou je me dat eens kunnen vertellen? Ja. Geef antwoord. Ja, weet je, mama, omdat Calimero tegen me zei dat ik hem de zeep moest geven... en dan zou hij ons vertellen hoe je zeepbellen moest blazen. Nou? Ja, zo is het gegaan. Dus daarom is al mijn zeep weg? Al je zeep? Ik heb maar één stukje gepakt. Oh nee, ze zijn allemaal verdwenen. Hoe kan dat nou? Ik nam maar één stukje. Hij zit vast en zeker vol met prachtige juwelen. Kom vooruit, schiet op, maak hem eens open. Laat eens kijken wat er hier zit, jongens. Een razend voor de borden, geen goud, geen zilver, geen diamanten. Wat hem op zich. Maar wie wil dat nou hebben? Gooi het maar gewoon weg. Weg ermee. Wat is er met Calimero? Nou kijk, omdat het iets is wat de kinderen samen gedaan hebben, dacht ik dat het beter was als ik het aan u zou vertellen. Ja, ik kan het me nauwelijks voorstellen. Wilt u hen alstublieft vragen of ze weten waar de rest van de zeep is gebleven of wat ze ermee gedaan hebben? Goed, ja, ik zal mijn best doen, mevrouw. Dus Calimero, jij zegt dat Pieter en zijn vrienden jou gedwongen hebben zeep met hem te ruilen? Ja, meester Aal. Nee, zo is het helemaal niet gegaan. Ze vroegen ons om die zeep en dan zouden zij ons leren bellen blazen. Ah, leugenaar. Je zei het toch? Ik heb het zelf met mijn eigen oren gehoord. Het verhaal klopt niet helemaal. Ik begreep het niet. Eén van jullie twee is niet helemaal eerlijk. Dat kan ik meer dan natuurlijk. Goed, dat zeg jij. Jullie gaan nu allemaal bellen blazen. Hé? Eh? Calimero en Brasilia, beginnen jullie maar. Ja. Heel goed. Nu Pieter en de andere twee. 1, 2, 3. Hey, wat doen jullie nou? Is dat bellenblazen? Maar ik snap het nu wel. Pieter is degene die staat te jokken. Wat? Alleen maar omdat we geen bellen kunnen blazen, krijgen wij de schuld. Je blaast gewoon veel te hard omdat je bang bent dat ik merk wie de leugenaar is. Maar meester, we hebben nog nooit van ons leven bellen kunnen blazen. Dat blijft hetzelfde. Je hebt toch geprobeerd grotere bellen te blazen dan Calimero? Of betere bellen? En daarom is het jullie helemaal niet gelukt. Nou hoor. Pieter! Ja, maam? Waarom moest je nou eigenlijk jokken? Ik? Het spijt me, maam. Calimero, Priscilla, het spijt me dat ik jullie de schuld gaf. Heeft niks hoor. Sorry, Calimero, Priscilla. Goed, zo is het wel genoeg. Zeg, Calimero, waarom leren we Pieter en de anderen niet hoe je bellen moet blazen? Nou, we stellen ons alleen maar een heel klein wereldje voor in de zeebel en dan blazen we gewoon heel zachtjes. Klein wereldje in de zeebel? Goed, laten we het eens proberen. Binnen in de bel?
Een klein wereldje. Stel je voor. Hey, ja, ze maakt u zich maar geen zorgen, mevrouw. Ze zullen niet meer jokken, hoor. Fijn, de andere zeep zal wel gestolen zijn. Hallo, hallo, hallo. Oh, edelachtbare. Mevrouw, ik wil u namens alle mensen van de stad hartelijk bedanken. Oh, ik begrijp het niet helemaal. De zeep, uw zeep, mevrouw, heeft de hele stad gevuld met een verrukkelijke geur en prachtige zeepbellen. Ik zal alles in het werk stellen, mevrouw, om de zeepdieven zo vlug mogelijk te pakken. Oh, nee, hoor, dat hoeft niet meer, edelachtbare. Ik vind het helemaal niet erg, want nu is de hele stad toch gelukkig. En ik ga deze gelukkige stad in mijn zeebel stoppen. Wat, zit je nou nog steeds aan je huiswerk? Ja, papa, het is ook zo veel vandaag, Bart. Maar kindje, het is om 9:00 bedtijd voor jou. Ah. Zie je wel, je zit al te gapen van de slaap. Ga maar naar bed, jong. Nee, papa, ik moet nog zoveel maken. Was dan eerder begonnen? Eens kijken. Zal ik je deze keer even helpen, hè? 16 plus 5. 16 plus 5, 21. En 14 plus 8, hè? Dat is 22. Hoeveel is 15 plus 9? 24. Heel goed, mijn knecht. Laten we er nog maar een paar doen, hè? Vooruit. Hoeveel is 28 min 8, hè? Eens even kijken. O, Calimero, Calimero, je bent nog niet klaar, Calimero. Dit heeft geen zin. Jammer dat hij nog niet klaar is, maar het is echt bedtijd nu. Jongen, 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 je vader zal het maar afmaken, hoor. Ik vind het geen goed idee, hij moet het zelf doen. Tja, maar kijk nou eens eventjes naar hem. Hij valt om van de slaap en hij moet nog zoveel doen. Oh, ik begin trouwens ook slaap te krijgen. Mama, heb je misschien een sterke kop koffie voor me en een pakje sigaretten, hè? Zo, daar knap je van op. Ik heb helemaal geen slaap meer na de koffie. Helpt echt als je een beetje moe voelt. Oh, kijk nou toch eens, papa. Ben je al wakker? Nee, ik ben nog niet naar bed geweest, mijn kind. Ik kon niet in slaap komen. Heb je de hele nacht Calimero's huiswerk zitten maken? Nee, dat niet. Maar die koffie, hè? Die hield me wakker. En natuurlijk veel te veel gerookt. Ja. Dus kon ik niet meer in slaap komen. Ik heb het nog wel even geprobeerd. Maar ja, het ging gewoon niet. En zo is het gekomen. Hallo, mama. Hallo, papa. Dag, mijn knecht. Oh, wat papa. Heb jij mijn huiswerk afgemaakt? Hartelijk bedankt, hoor. Ach, Calimero, zou jij voor papa bij de apotheek een paar slaappillen willen halen, ja? Wat is dat, een slaappil? Dat is een pil waar je slaap van krijgt. Papa heeft te veel koffie gedronken en nu kan hij niet meer slapen. Oh, ja, mama. Alsjeblieft, de slaappillen. Dank u wel, meneer. Ah, is dat het? Wat is het voor spul? Ik wil het even zien. Eens even kijken. Je mag er toch zeker wel naar kijken, of niet soms? Oh, het zijn heel gewone pillen, niks geks aan te zien. Oh, daar gaan de pillen, wat moet ik nou beginnen? Kon je vader helemaal niet slapen? Nee, het is mijn schuld. Hij is er helemaal ziek van en nu ben ik de pillen ook nog verloren. Ik schaam me zo. Hey, weet je wel dat slaappillen heel slecht zijn? Hij zou ze helemaal niet moeten slikken, joh, helemaal niet.
Maar papa kan helemaal niet slapen als hij geen pil slikt. En als hij niet kan slapen, gaat hij dood. Hé, Calimero, ik weet wat, ik heb een heel goed idee. Zal ik het je vertellen? Laat dan, Roseria. Nou, je kunt hem toch iets anders geven, bijvoorbeeld suiker. Dat is niet eerlijk. Nee, luister nou, hij kan niet slapen omdat hij te zenuwachtig is. Wat? Te zenuwachtig? Precies, hij kan niet inslapen omdat hij bang is dat hij niet zal inslapen, snap je wel? Geef hem gewoon iets anders dat een beetje lijkt op een slaappil. En doe de gordijnen dicht en laat hem rustig in zijn bedje liggen. Nou, ja. Hé, ben je al thuis? Ja, mama. Heb je de slaappillen voor papa? Ja, hoor, mama. Mooi zo, geef maar hier, dan zal ik ze meteen even brengen. Laat mij het maar doen, mama. Ik breng ze wel even. Oh, dat is fijn, Calimero. Dan kan ik intussen de was ophangen. Zo, nou moet ik heel vlug even opschieten. Ja, dat is geloof ik de suikerpot. Zo, nou een beetje suiker erop. Ah, dat is veel te wit. Calimero, heb je papa zijn pillen al gebracht? Ja, ja, mama, ik ga al. Oh, wat moet ik nou doen? Oh, wacht, een beetje peper erin, dan wordt het wat donkerder. Ja, dat is het, ja. Wie is daar, Calimero? Ja, hier is het slaapmiddel, papa. Oh, dank je, Calimero, blij dat je er bent. Ik kan toch maar niet in slaap komen, mijn knecht. Alsjeblieft, papa. Dankjewel, hoor. Oh, dat is een poeder, hè? Bah, vies. Jij moet het doorslikken, papa. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is er in zee aan de hand? Waarom heb je niet gewoon gezegd dat je de slaappillen verloren hebt? Spijt me, mama. Het is al goed, mijn knecht. Slaapmiddelen zijn ook eigenlijk niet goed voor je gezondheid, hè? Dus geef mij maar een warme beker melk. Dan blijf ik gewoon in bed. Mama, mag ik een lekkere beker warme melk van je? Ik kom eraan, hoor. Kleine deugniet. Je probeerde me echt in het ootje te nemen, hè, kerel? Spijt me, papa. Het is niet zo erg, hoor. Hé, hey, papa, zal ik de gordijnen voor je dicht doen? Graag, Calimero. En zal ik de luiken ook dicht doen? Nee, de luiken zijn stuk. Doe de gordijnen maar dicht. Dat is veel beter. Maar papa, als ik de luiken niet dicht doe, is het veel te lawaaierig voor je. Dan kan je helemaal niet slapen. Niet doen, Calimero. Hou op, alsjeblieft. Kijk uit! Calimero, jongen, pijn gedaan. Hé, hey, kom op, Calimero. Vooruit, hou nog even vol. Hou vol. Mijn hand, papa. Mijn handje. Valt wel mee. Zo. Of niet? Papa. Ja. Oh, dat valt niet. Oh. Papa, wat is er gebeurd? Hé, wat is er met papa aan de hand? Hij beweegt niet meer. Oh, papa. Hé, wat is er aan de hand, Calimero? Nou, de gordijnen vielen naar beneden en toen viel papa ook en al beweegt hij niet meer. Ik denk dat hij slaapt. Hij slaapt. Oh, klets toch geen onzin, Calimero. Kijk eens goed, hij heeft een grote bult op zijn hoofd. Hij is flauw gevallen. Oh, Calimero, water, gauw. Kijk, hij komt bij, Calimero. Oh, papa, hoe voel je je nou? Oh, dat was even griezelig. Zeg, Calimero, nu kan ik helemaal niet meer slapen. Oh, wat erg, papa. Nou moet het maar eens afgelopen zijn. Ik wil dat hij gaat slapen. Zo, eens kijken. Hé! Niet goed, geloof ik. Wat heeft dit te betekenen? Even de grammofoon wat zachter zetten. Weer een blunder. Thank you.
54, 55, 56, 57, 58. Mama, slaap, papa. Nee, kindje, nog niet, maar ik geloof wel dat hij slaap krijgt. Heb je toch slaappillen gekocht? Nee, ik heb hem verteld hoe je in slaap kunt komen. Oh ja, hoe dan, mama? Ik zal het je uitleggen. Je moet je een paar schapen voorstellen. Schapen? Waarom schapen? Nou, je gaat die schaapjes tellen. 1, 2, 3, 4 en terwijl je telt, val je in slaap. En voordat je bij de 100 bent, slaap je. Echt waar, mama? Kan je zo in slaap vallen? Ja, mijn kind, het werkt bijna altijd. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Zou het echt lukken met papa? Ik ben zo benieuwd. Nou, laat ik het ook eens proberen. Dus eerst moet ik aan schapen denken. Hé, wat is nou ook weer het verschil tussen schapen en geiten? Of zijn ze hetzelfde? Nee, ik weet niet waar ik nou aan moet denken. Schapen of geiten? Geiten of schapen? Calimero, Calimero, opstaan. Goedemorgen. Oh. Wat is hier gebeurd, Calimero? Nou, ik wist niet meer hoe schapen eruit zagen. En toen ben ik in mijn schoolboeken gaan zoeken naar schapen. En toen was ik nog wakker en toen kon ik niet slapen. En toen dacht ik ga schaapjes tellen. Maar toen wist ik niet hoe ze eruit zagen, mama. En toen heb ik tekeningen gemaakt op de muur en op de vloer. En toen telde ik tot 10. En verder ging ik door tot 100. En ik viel maar niet in slaap. En nou is het ineens morgen. Maar kindje, heb je de hele nacht niet geslapen? Nee, mama, de hele nacht niet. Geen oog dicht gedaan. Het was zeker mijn beurt voor een slapeloze nacht. Hey, Priscilla, wat zullen we eens gaan spelen? Eens eventjes kijken, hoor. Ik weet zo gauw eigenlijk niet. Heb je zin in verstoppertje? Nou, ik geloof dat ik touwtjes springen toch leuker vind. Nou? Help! Help! Oh, ja, wat onverstandig. Jongen, jongen. Oh, een rookkaart. Nee, meneer Uil trapt er ook al in. Hè? Ook al in? Wat bedoel jij precies daarmee? Oh, mijn rug. Iedereen speelt toch valkuiltje op het ogenblik? Schande is het, schande. Ik vind het ontzettend gevaarlijk. Nou, ik vind kuilengraven erg kinderachtig. Best leuk, hoor. Ik vind het helemaal niet leuk. Jullie moeten er niet aan meedoen. Beloven jullie dat? Hè? Schaam je je niet, Calimero? Wat is er nou leuk aan om te zien hoe iemand in een val trapt? Het is hartstikke gevaarlijk. Nou, het lijkt me toch wel leuk, Priscilla. Ik vind het echt gemeen om zoiets te doen, Calimero. Ik snap er niks van, anders ben je altijd veel aardiger en... Oh! Ja, het is gelukt. Val nummer 16 was een groot succes, hoor. Oh, ben jij het, Pieter? Komen jullie maar eens eventjes mee naar meester Uil. Die zal jullie wel eens wat anders vertellen. Kom, jongens, vooruit. Rennen. Maak dat je wegkomt. Calimero, wat doe je nou erachteraan? Ik zal het die rotjongens betaald zetten. Ik krijg ze nog wel. Let maar op, ze. Dag, Priscilla. Wacht, Priscilla. Wat? Pas op, het is weer een val. Wat? Je hebt gelijk, het ziet er verdacht uit. Probeer er overheen te springen. Oké. Okay. 1, 2, 3. Alweer we voor elkaar. Ja, ja, hoera, hoera. Val nummer 17, weer een overweldigend succes. Pieter! Rennen, jongens, kom op. Kom mee, jongens, kom mee. Vlug, Calimero, schiet nou eens een beetje op. Vlug, oh, leuk. Kijk eens, dat was dus er al weer eentje gelopen. Ja, zie je wel? Kijk daar. Zie je wel? Deze keer moeten we niet springen. Nee hoor, laten we lekker de langslopende zijkant. Ja. Attentie, een groot succes voor val nummer 18. Prent onze namen in je hoofd, we zijn de grote vallenbouwers. Inderdaad, de grote vallenbouwers. Tot ziens. Dag.
Ah, oh, ze hebben ons goed beetgenomen, zeg. Vertel me nou niet dat je onder de indruk bent. Ik ben echt heel erg verschrikkelijk kwaad. Ik ga ook een valkuil graven. Hoor, reken maar dat ik het doe. Wat zeg je? Je zei daar straks dat valkuilen kinderachtig en stom waren. Kan me niks schelen wat ik zei. Ik ben zo kwaad dat ik gewoon een valkuil ga graven. En dan zal ik ze eens goed de grazen nemen, die lelijkerts. En net zei je nog dat het heel slecht en heel gevaarlijk was, hoor, Brazilia. Ik ben echt woedend. Word jij dan niet boos ervan, Calimero? Kan me niks schelen. Zei jij niet een tijdje geleden dat het je leuk leek? Jawel. Ik geloof het wel. Blijf niet zo stom in die valkuil zitten. Help me nou liever eens een handje. Schiet op. Ja, schiet op. Zo is de kuil wel groot genoeg, Calimero. Zo. Klaar. En nou maar hopen dat Pieter en de anderen vlug komen. Goed, Calimero. Probeer jij Pieter en zijn vrienden hierheen te lokken, hè? Hè? Moet ik dat ook nog doen? Nou, ik heb er geen zin in. Oh jeetje, wat word je hier moe van, zeg? Oh, daar heb je ze. Oké, daar gaan we. Hey, daar heb je Calimero. Hallo, waar gaan jullie naartoe? We deden boodschappen en we zijn nou doodop. Waarom nemen jullie geen kortere weg? Ik wist niet dat er nog een kortere weg was. Oh, jawel hoor. Deze kant op. Kom dan. Volg mij maar. Bedankt, Calimero. Veel beter hoor, deze korte weg. Er zit een hele grote koek in deze zak. Je hebt mij ook erg goed geholpen. Dit is wijn voor mijn vader en zwaar hoor. Bedankt. Luister eens. Hé, dit is mijn 12-uurtje. Mag je hebben, hoor? Oh. Ik wil je ook iets geven. Ach, jij ook al, Deppa. Nee hoor, ik wil het niet. Doe niet zo flauw. Neem het nou maar, Calimero. Nou goed dan. Bedankt. We vonden het vervelend van die valkuil vanmorgen. Oh, de kuil. Oh, dat hindert niet hoor. Ik ben niet boos. Eerlijk niet? Oh, sorry. Nou goed dan, dag. Oh, kijk uit! Waarom? Wat? Het is een valkuil! Wat? Je hebt gelijk! Hij is erg diep ook! Dat zou zonde geweest zijn van die lekkere wijn! Calimero, je hebt ons alweer geholpen! Hartelijk bedankt! Vanaf morgen zal ik geen valkuilen meer graven, hoor! En ik ook niet. Tot ziens ook, Calimero. Dag. Dag. Ik heb het wel gezien, gemeen dat je bent, Calimero. Jij hebt alles verraden, me in de steek gelaten voor een appel en een stom snoepje. Bah. Oh, dat is niet waar. Ze bedankt hem omdat ze een kortere weg hadden gevonden. En het speet ze zo van de valkuilen. En ze droegen hele zware boodschappen en ik vond het echt heel zielig. Jij bent toch een verrader. Jou zal ik niet gauw meer vragen om me te helpen. Ga maar naar huis. Hoep hem maar op. Nou, goed hoor. Aan Calimero heb je ook al helemaal niks. Nou blijft Pieter nog over. Hoe kan ik Pieter nou hier naartoe lokken? He? Even denken hoor. Daar heb je Pieter. Wam pam 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 pam. Ik weet niet wie hem gemaakt heeft, maar ik zeg gewoon tegen iedereen dat dit mijn valkuil is, nummer 24. Ik zal hem een beetje met gras bedekken, zo zie je er niks van. Hela, hola! Handen omhoog! Wat?
Oh, het is meester Uil. Ah, de schuldige. Zal het nooit meer doen. Eindelijk heb ik dan de schuldige gevonden. Dus jij hebt al die kuilen gegraven. Wat een ontzettend flauwe grap, jongen. Schaam je je niet? Het spijt me. En spijt heb ik niets. Je gaat nu al die kuilen dichtgooien die je gegraven hebt. Hoor je? Wat, alle 23? Wat zeg je? 23 kuilen? Hoe kon je zoveel kuilen graven? Dit is echt een schande, 23 kuilen. Het spijt me, maar deze heb ik niet gegraven. Hou je mond. Ga een beetje zitten liegen, zeg. Je begint met deze dicht te gooien. En pas op, hoor, anders vertel ik het aan je vader en moeder. Ja. Ik doe het al. Wilt u het alsjeblieft niet tegen papa of mama vertellen? Nou, en schiet een beetje op, hè? En elke kuil, begrepen? Ja, meneer. Het is vanzelfsprekend dat je de gevaarlijke kuilen weer dichtgooit. Zo hoort het. Ik kom straks nog maar eens even kijken of je gevorderd bent. Ik heb het niet gedaan. Het is niet waar. Priscilla, de meester heeft me betrapt en dan moet ik al die kuilen weer dichtgooien. Ik vraag me af wie deze gegraven heeft. Hij is zo diep. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Hoor eens, Pieter, ik zal deze voor je dichtgooien, hè? Hè? Wat? Ga jij nou maar vlug al die andere dichtgooien. Ja? Oh, hoi. Wat een geluk. Dank je, Priscilla. Oh, sorry nog voor die andere valkuilen. Tot ziens, hoor. Ik vond het ook zo zielig. Nou, beter maar eens eventje aan de slag. Hé, waar is mijn schop nou? Ah, Calimero, ben je niet naar huis gegaan? Nee, ik heb alles gezien van onder een struik. Oh, sorry hoor, dat ik zo boos op je werd. Jij vindt Pieter ook zo zielig, hè? Ik denk dat onze valkuil een grote mislukking is, hoor. Nou, het is zomaar beter. Ja, je voelt je nou een stuk prettiger, hè? Nou, laten we hem dichtgooien. Ik begin. Nee, ik doe het wel. Nee, laat mij nou. Nee, laat mij nou. Nee, ik. Nee. Nou, om beurten dan. Ja, laten we het dan maar om beurten doen. Ja, ik begin. Rust jij maar even uit en eet dit maar lekker op. Oké. Mama, maar jij houdt toch van appels? Ik bewaar hem wel voor jou. Hé? Nee, eet nou maar op. Jij houdt ook van appels. Nee, neem jij hem nou maar. Nee, jij. Nee, jij. Zo. Nou, lieve kinderen, het is wel genoeg geweest voor vandaag. En dan moeten jullie eens even goed luisteren. Voor morgen wilde ik jullie een opstel opgeven. Ik hou helemaal niet van opstellen. Ik weet nooit waar ik over moet schrijven. En waar moet het over gaan, meneer? Het moet een opstel worden over je vader, kinderen. Doe je best. Wat moet ik nou in hemelsnaam over mijn vader schrijven? Nou, je kunt bijvoorbeeld schrijven over je vaders werk, waar hij goed in is, waar hij trots op is, hoe anders hij is dan andere mensen. Er zijn zoveel dingen waar je over kunt schrijven als je er goed over nadenkt. Mijn vader is heel bijzonder. Ik weet zoveel waar ik over kan schrijven. En hoe is die van jou, Calimero? Mijn papa? Nou, die is eigenlijk heel gewoon, maar hij is wel lief. Maar je kan toch niet in je opstel schrijven dat hij zo gewoon is? Je moet toch iets bijzonders gaan schrijven? Nou, ik weet niet waar ik over moet schrijven. Zo, jij weet weer eens helemaal niks te schrijven, hè? Dat is ook behoorlijk dom, hè? Daar ben ik. Hallo, ben je daar, jongen? Nou, ik denk dat ik maar eens eventjes ga zitten, hoor. Papa, heb je het niet druk? Natuurlijk heb ik het druk. Maar ik wilde wel eens even uitrusten, jongen. Zeg, zullen we een stukje wandelen? Nee hoor, liever niet. Je hebt het druk. Zeg, papa, hoe druk heb je het eigenlijk? Ik moet hout hakken, hout zagen, spijkers inslaan. Ik doe allerlei. Maar je werkt niet op een bank, hè? En je zit ook niet in de gemeenteraad of zo. Nee, eigenlijk niet. Ik ben timmerman, jongen. Ik kan heel behoorlijk timmeren, maar voor de rest... Hm.
Oh, maar waar ben je dan goed in? Echt goed? In sport of zo? Sport? Laat me eens denken, nee. Is er niet iets waar je trots op bent? Ben je erg sterk of kan je boel eten? Nee, ik eet gewoon. Is er dan helemaal niks speciaals aan je? Nou, nee, Calimero, ik geloof er niet. Oh. Nou goed, ik ga maar weer eens aan het werk. Hé, hey, waarom heeft je vader het niet een beetje drukker, zoals Pieter zijn vader bijvoorbeeld? Hij mag dan wel lief zijn, maar wat heb je aan zo'n vader? Je kan er niet eens een opstel over schrijven. Hallo, ja, wat zegt u daar? Ja, in orde, dat komt voor elkaar. Ik heb het razend druk. Wat zegt u? Jazeker, meneer, een ogenblikje. Ja, daar zorgen we voor, vanzelfsprekend. Nou, daar wordt dik aan gewerkt. Hallo, ja, hier zijn we weer. Ja, vanzelfsprekend, meneer. Dik voor elkaar, hoor. Nee, nog eens nee. Nee, dat is ook niks. Papa doet alles op zijn gemakje. Zo zal hij nooit kunnen zijn. Hallo, ja. Hallo, ja, ik verzei u wel. Wat zegt u? Ja, sorry hoor. Oh, ja, een momentje hoor. Ogenblik, ja. Oh, ja. Hallo, een moment. Graag, ja, wat zegt u? Oh, hallo, bent u er nog? Nee, wat sta je daar? Is er nou helemaal geen sport waar die goed in is? Nee, dit lukt nooit. Hij kan niet rennen. Hij komt altijd als laatste aan als er een wedstrijd is. Hij deugt nergens voor. Ik ken een papa die kan ontzettend veel eten en is zo sterk als een paard. Is hij misschien erg gierig, zoals Brasilia's vader? Heeft hij niet een gewoonte waarover je kan schrijven of een geheimpje? Roep wel op, mijn vader heeft geen geheimen. Hé, wat zei je daar, Calimero? Hè? Oh, ik zat in mezelf te praten. Ach ja, jij, ik schrok een beetje van je. Hé, nou heb ik mijn geheimtje laten vallen. Wat een geheim? Wat voor een geheim, papa? Nou, dit is papa's kleine geheimtje dat ik altijd in de zak houd. Het maakt me sterk, zodat ik heel hard kan werken, Calimero. Oh, laat eens zien, papa, laat eens zien. Nee, dat kan ik je niet laten zien. Het is een geheimtje, dus ik kan het aan niemand laten zien. Wat zou het toch kunnen zijn? Ik moet het weten. Wacht, ik weet wat. Papa, je moet wel stikken van de hitte. Wil je een lekker glas water? Ja, Calimero, dat is erg lief van jou. Lekker hoor. Trek je vest maar uit en droog je gezicht af. Ja, dat zou kunnen doen. Goed idee, mijn jong. Zo, ja, daar knap je van op. Dank je. Zo, nou heb ik het niet zo verschrikkelijk warm meer. Oh, niks te danken hoor, papa. Tot ziens. Ah, oi, het is gelukt, het is gelukt. Wat zou papa voor een geheimje kunnen hebben? Hé, wat gek, gewoon maar een fotootje. Dit is helemaal geen geheimpje. Bah, nou kan ik nog niks bedenken voor mijn opstel. Wat vindt u daar nou aan zo'n fotootje? Oh, Calimero, ben je daar? Oh, mama. Waarom zit je daar zo? Ja, ik zie het al. Je bent een beetje verdrietig, hè? Ik geloof dat je het niet helemaal kunt begrijpen, hè, Calimero? Weet je, mama, het is zo moeilijk om over papa iets leuks te schrijven. Och, lieve schat, bedoel je dat als papa het erg druk had, je wel over hem kon schrijven? Ja, ik dacht het wel. Maar als papa het erg druk had met zijn werk, zou hij geen tijd hebben om met jou te spelen. En dan zou hij ook niet met je kunnen wandelen. Zou dat beter zijn, denk je? Tja. Hé, Calimero. Denk je eens in. Dat zou toch niet zo leuk zijn, of wel? Het
Het is zeker waar, Calimero, dat papa niet kan opscheppen. Niet over zijn kracht of over hoeveel hij kan eten of zo. Hij is ook niet zo heel erg bijzonder, maar ik hou van papa zoals hij is. Hij is een echte schat, vind je ook niet? Hé, is papa dan geen lieve papa? Ja, natuurlijk wel. En hij is ook echt een heel goede timmerman, hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar daar kan ik toch geen opstel over schrijven. Maar waarom schrijf je dan niet over wat er vandaag allemaal is gebeurd? Wat gebeurt? Nou, een heleboel. Maar niks bijzonders om over te schrijven. Jawel, Calimero. Nee, mama. Schrijf over zijn geheim. Over die foto? Ja. Dat is geen geheim. Maar wat is dan wel een geheim, Calimero? Nou, een geheimschrift dat je moet ontcijferen en dan ligt er ergens een grote schat. Zo, vind je dat? Maar misschien zijn jij en ik wel de grote schatten van papa. Hé, jij en ik zijn schatten? Ja, papa houdt erg veel van ons hoor, Calimero, als je dat maar weet. En hij werkt iedere dag heel hard om geld te verdienen voor jou en voor mij. Dus daarom loopt hij met die foto van jou en mij? Ja. En die geeft hem kracht om te werken. Dat is het geheimje van papa. Ah ja, papa is lief, hè? Ja, nou wat vind je ervan als je zijn opstel maakte over het geheimje van mijn vader? Ja, mama. Ah, hoi, hoi, hoi. Ah, hoi, hoi. Maar dan moeten we nu zijn geheimje gauw terugstoppen. Je hebt gelijk. Dan moeten we het zo doen dat papa niet merkt dat wij de foto gezien hebben, goed? Ah. We zijn thuis. Hallo, Calimero. Ben je nou al terug? Papa, je zult wel honger hebben. Ik ga meteen maar de keuken in. Heel goed, dan ga ik even een nutje doen tot het eten klaar is. Oh ja, papa, hier is je geheim. Huh? 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 Ik wil niet dat je dat ziet. Ik vraag me werkelijk af wanneer ik dat heb laten vallen. Dit is papa's kostbaarste geheimpje. Ik wil niet dat je dat ziet, Calimero. Waar heb jij het nou over? Een groot geheim. Iets dat zelfs jij niet mag weten, Cezira. Oh, wat gemeen, papa. Wat is er? Waarom lachen jullie zo? Wat is er? Niets, papa. Oh, je bent lief, oh, papa. Hey, wat is er nou allemaal aan de hand? Wat is er nou ineens? Niets, papa. We vinden je gewoon erg lief. Oh. Mijn Calimero. Oh, Calimero. Ja, lieve mama. Zou je misschien iets steviger kunnen masseren? Ik zal het proberen. Nee, nog maar wat steviger. Nou hoor, ik doe wel zo mijn best. Hallo, daar ben ik weer. Hallo, papa. Calimero, zou jij vanavond mijn schouders ook kunnen masseren? mama, wat eten wij vandaag? Oh, ik heb een stoofpot gemaakt. Zou je misschien zelf even willen opwarmen? Ik heb vandaag zo'n spierpijn. Ik kan me bijna niet meer bewegen. Kom, vrouwtje, kop op. Gaat wel weer over. Jawel, maar ik geloof dat ik een beetje oud begin te worden. Waar heb je het nou over, mama? Calimero, alsjeblieft een beetje steviger masseren, hoor. Wat moet het nou nog steviger? Ja, ik voel er bijna niks van. Calimero, kun je nou echt niet beter? En mama, is het nou nog niet goed? Nou, goed, ik zal het maar meteen opeten nu nog zo heerlijk warm is, hè? Oh ja, zou je me een plezier willen doen? Waarmee, vrouw?
Zou je eerst even mijn schouders willen masseren? Je schouders masseren? Maar dat doet Calimero toch al? Ja, maar het helpt niet zoveel. Calimero is nog niet sterk genoeg. Goed, als je het er zo moeilijk mee hebt, dan doe ik het wel even. Zo, Calimero, laat mij dat maar eens eventjes opknappen, mijn jong. Ja, papa. Calimero, hartelijk bedankt. Rust jij maar even lekker uit. Hier zo? Ja, ja. Ze zijn inderdaad een beetje stijf. Ja. Het kriebelt. Het is wel genoeg zo. Nou, sta stil. Kom nou toch, Priscilla. Ik wil nog even. Ja, maar het kriebelt echt, weet je. Dat het is echt wel genoeg. Je bent sterk genoeg om jouw schouders te masseren. Ja, dat zal best wezen, maar ik heb nooit stijve schouders gehad, joh. Oh ja, dat is waar. Waarom wil jij zo graag schouders masseren? Nou, omdat als ik niet sterk genoeg ben om mama de schouders te masseren, ik gewoon een slap kerel. Oh, laat me niet lachen, masseer. Hoe je sterker kan worden, vraag je mij? Ja, hoe kan ik zo sterk worden als jij, lieve Bobby? Nou, dat weet ik niet. Ik heb er nooit zo hard voor geoefend, hoor, Calimero. Ach, toe, Bobby, leer het me nou toe. Eens even kijken. Je kunt proberen iedere dag te oefenen met van die gewichten. En misschien ook met van die veren die je zo uit kan trekken, weet je wel? Oh, gewichten, die heb ik niet. Hoe moet dat dan? Nou, als je het leuk vindt, wil ik je er wel een paar lenen. Ik heb ze thuis liggen. Ah, hey, dat is fijn, Bobby. Denk je nou echt dat je dat ding helemaal in je eentje kunt optillen, Calimero? Oh ja hoor. Om te beginnen zijn je handen nog niet eens groot genoeg voor dat ding, joh. Als je niks probeert, dan weet je het ook nooit. Nou kun je toch zeker zo wel zien, je kan er nog niet eens bij. Nou wacht jij nou maar af, hoor. Calimero, sloof je niet zo uit. Een kind kan zien dat dat ding veel en veel te zwaar voor jou is. Zie je wel? Ik heb het je toch wel gezegd? Hoe moet ik dat nou doen? Ah, ik weet het al. Alles wat ik moet doen is gewoon vasthouden en optillen. Oh, doe niet zo dom, joh. Ah, geen centimeter geeft hij mee. Ah, op, Calimero. Dat lukt je toch nooit, joh? Daar gaat hij. Waar ga je naartoe, Calimero? Ik weet het niet. Ga even naar binnen en vraag om de... Help! Waarom doe je dat nou toch, joh, Calimero? Ze zijn veel te lang. Ja, je wilt ook steeds iets anders, gekkie. Ik moet een koppie gebruiken, wacht maar. Pas toch op, dadelijk schiet hij los en dat doet pijn. Let jij maar op, wie niet sterk is moet slim zijn. Doe je best, Calimero, hartstikke goed, ja. Daar gaat hij, let maar op, ik moet stik. Els, kijk, ik zei toch dat je je pijn zou doen? Ja, lach jij maar, Priscilla. Hou op met die malle spelletjes. Nee hoor, ik ga nog een keer opnieuw beginnen. Ik word zo sterk als een beer. Let maar op, ik ben heel sterk hoor. Alsjeblieft op, Calimero. Ik kraak gewoon door. Ik ga net zo lang door tot ik sterk genoeg ben om mijn mama de schouders te kunnen masseren. Let maar op, Priscilla. Ik vraag me echt af. Oh, wat een rommel heeft die jongen toch gemaakt. Het is werkelijk schande. Ik heb hem 100 keer gevraagd de dingen weer op zijn plaats terug te zetten. Mijn schouders zullen nooit beter worden als ik al zijn spullen steeds moet opruimen. Nou, mama, vind je niet dat ik het vandaag veel beter doe? Dat ik veel sterker ben geworden, hè? Ach, Calimero, je kunt nooit op één dag zoveel sterker zijn geworden dat je mijn spierpijn kunt wegmasseren. Nee, mama,
En wat zeg je hier dan van, mama? Wacht eens. Je moet eens goed naar me luisteren, Calimero. Ja. Ik vind het erg lief van je dat je je zoveel zorgen om mij maakt. En daar is mama ook erg trots op, Calimero. Maar ik wil alleen maar zeggen dat je gewoon nog een beetje te klein bent om mijn schouders te kunnen masseren. Het is nog veel te veel inspanning voor je, snap je dat? Maar je kunt wel iets anders voor mij doen. Ik zou het heel fijn vinden als je dat zou willen doen. Iets waar mama veel meer aan heeft. Iets wat je ook veel beter kunt. Mama zou het fijn vinden als je dat zou willen doen. Is het dan echt iets wat ik goed kan, mama? Oh ja, ik weet het zeker. Denk maar eens even goed na. Ik heb helemaal geen idee. Doe je best, het is veel gemakkelijker dan je denkt. En niet aan mama's schouders denken, maar aan hoe het komt dat mama steeds zo stijve schouders krijgt. Eens kijken, hoe zou het komen dat mama zulke stijve schouders heeft? Wat kan ik eraan doen? Spierpijn betekent dat ze te veel in beweging is. Ja, het komt omdat mama het te druk heeft in huis. Maar ik kan het toch niet in haar plaats doen, of wel? Maar mama zei dat het iets heel gemakkelijks was. Ah, ben jij er, papa? Heb jij begrepen wat mama daar zo even bedoelde? Nee, eigenlijk niet, papa. Nou, dan zal ik jou even op weg helpen, hoor. Ik denk dat je te weten zou kunnen komen als je in deze kamer blijft. Deze kamer? Oh, ik dacht dat ik deze boeken vandaag onder het bed had gestopt. En de speelgoedjes ook, en dat had ik daar neergelegd. Oh, nou snap ik het. Mama heeft mijn kamertje opgeruimd en daarvoor heeft ze pijn. Precies, mama heeft je kamertje opgeruimd. En begrijp je nou waarom ze een beetje spierpijn heeft? Ah, ze moet mijn rommel opruimen, daarom heeft ze spierpijn. Ze zei ook al dat ik het zelf kon doen. Ik moet gewoon alles opruimen. Precies, zo is het. Ja, ik begrijp het, papa. Ik beloof je dat ik niks meer zal laten slingeren. Al zal de spierpijn van mama niet onmiddellijk over zijn, het zal toch in ieder geval een stuk schelen als ze jouw spullen niet meer hoeft op te bergen, hoor, Calimero. Vanaf morgen ga ik alles heel netjes opruimen, papa. Goed, goed. Jij bent een beste brave jongen, hoor, Calimero. Hé, papa, zou je mijn schouders een beetje kunnen masseren? Wat zeg je nou? Ja, ik heb vanmorgen wat oefeningen gedaan en nou zijn mijn schouders een beetje stijf. Hou eens even op. Jij zit mama na te apen, hè? Schiet gewoon op en ga naar bed. Ja, ik ga. Ziezo. Ligt Calimero al in bed, papa? Ja, ik hoefde hem maar eventjes op een ideetje te brengen en toen had hij het al begrepen, hoor. Ach, de lieverd. Ja, Calimero wordt een groot kind langzamerhand, hè. Dat is waar, het is een flinke jongen geworden. Lieve, zou jij misschien straks mijn schouders kunnen masseren als je tenminste tijd hebt? Wat zeg je me daar? Is nou nog niet over? Nou, ik geloof dat het toch niet meevalt als je groot bent. Ik zal maar proberen mama af en toe een beetje te helpen, want het is een lieve mama. Kinderen, vandaag komt de inspecteur op onze school. Dit is voor het eerst sinds 30 jaar. Dus jullie moeten allemaal goed je best doen en je voorbeeldig gedragen, zodat de inspecteur trots op jullie kan zijn. Ja, ja. Tja, het was in het eerste jaar dat ik hier les gaf. De inspecteur was toen nog leerling op deze school. Hij maakte zijn huiswerk altijd keurig netjes en hij kende zijn lessen op zijn duimpje. En zo was hij de beste in rekenen. Inderdaad. Ja, ja, en de beste in talen. Ja, ja. Je kon eigenlijk voor alles bij hem terecht. Hij was vreselijk knap en heel erg goed als leerling. Oh, wat fantastisch. Ja, ja, een genie, hoor. Hij hoefde het maar over te lezen, dan wist hij het al, hoor. Al lees ik het 100 keer over, dan weet ik het nog niet. Rustig, jij. Jij bent precies hetzelfde. Stilte, de inspecteur zat nooit te kletsen in de klas tijdens de les. Hij wist zich altijd keurig te gedragen. Nou, ik kan me herinneren dat we er hard om gevochten hebben wie de eerste van de klas zou worden, de inspecteur of ik. Oh, papa, hoefde jij ook maar één keer iets over te lezen en wist je het dan al? Wat zeg je?
Ja, dat is zo. Natuurlijk, Calimero, papa is erg knap. Dus jij hebt ook altijd trouw je huiswerk gemaakt en je lessen geleerd? Ja, zeker. Goed, laat ik jullie eens één voor één inspecteren. Wat is dit? Schuim jij je niet met zulke modderige, vuile voeten? Wil je dat er allemaal vuile moddervoeten in de gang komen? Til je voeten eens op en vlug. Het kietelt. Wat bedoel je, het kietelt? Dat is gewoon heel erg vies. En jij daar, je das zit los. Oké, geen adem meer. Goedemorgen, meneer. Hé, hey, Calimero, jij weet toch wel dat je je hoed moet afzetten als je ergens binnenkomt, hè? Oh, nee, maar dit is niet mijn hoed, dit... Zet hem af dan. Oh, mijn dopie. Oh, jongens, bijna te laat. Hé, hey, stop! Je mag hier niet hardlopen in de gang. Goed, meneer. Het spijt me, meneer. Neem me niet kwalijk, meneer. Zo, vertel eens. Wat is het antwoord? Je wilt toch niet zeggen dat je het antwoord op deze simpele vraag niet weet, hè? Wat moet dat worden als de inspecteur komt? Het is toch zo gemakkelijk, jongen? Calimero, weet jij het soms? Wie ik, meneer? Wat bedoel je met wie ik? Geef antwoord alsjeblieft en vlug. Ja, ik wil best, maar ik kan niet denken zonder mijn dopie. Wat zit je nou allemaal voor onzin uit te kramen, Calimero? Jij moet slafwerk maken, hoor. Oh, jongens, ik heb zo'n pijn in mijn schouder. Het hals doet pijn. Nou, ik ben ook dood op, hoor. Ik wou dat hij maar niet kwam. Ik kon het altijd heel goed opnemen tegen de inspecteur. Klets geen onzin, Calimero. Opscheppen dat je bent. Hoe kan jouw vader het nou opnemen tegen een knapperd als de inspecteur? Nou, het is echt waar, hoor. Mijn papa was goed in rekenen en in sport, tenminste, dat vertelde hij gisteren. Nou, dat is gek, hoor. Hoe kan het dan dat de zoon van zo iemand eigenlijk helemaal niks goed doet op school? Hoe verklaar je dat dan, hè? Nou, dat komt omdat, Alweer schoonmaken. Ik kan niet meer. Oh, ik ook niet. Nog even, papa. Nog. Goed duwen, Priscilla. Kom op, je. Vooruit. Zullen jullie eens een handje helpen? Zet hem op, jongens. Goed zo. Ja, doe maar even volhouden. Zo, jullie zijn sterker dan ik dacht. Hé, grote goedheid, ik wist niet dat u hebt lopen duwen. Heel hartelijk bedankt, meneer, dank u wel. Graag gedaan, hoor, meneer, tot uw dienst. Maar wat krijgen we nou, ben jij het? Ja, maar wie bent u? Ik ben Nino, Nino met de grote voeten. Ken jij mij niet meer? Ach, nee, maar nou zie ik het pas. Nino, hoe gaat het met Nino? Oude jongen, kerel, nog een doel. Nee, jij bent inspecteur, zeg, van het onderwijs. Ik had nooit moeten toelaten dat je die kaddenberg opduwde, man. Oh, de inspecteur. Deze meneer is de inspecteur. Ze hebben dus echt bij elkaar in de klas gezeten, Calimero. Wat zei je daar? Ik heb zo'n hekel aan deze ongemakkelijke handkarren. Wij inspecteurs rijden eigenlijk altijd in grote, dure auto's. Tja, zo gaat het in het leven, man. Oh, dat is niet erg, hoor. Laat maar zitten. Ik vind het fijn je weer te zien. Meneer de inspecteur, mag ik u wat vragen, alstublieft? Ja, natuurlijk. Wie was de beste op school van jullie tweeën, papa of u? Calimero, hou jij je mond, wil je? Nou, mag ik dat niet vragen? Ja, we waren echt wel aan elkaar gewaagd. Dan was het zeker een nek aan nek race. Maar ik was beter in roeien. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik geloof dat ik beter was in roeien. Ach, kom nou, jij denkt altijd dat je alles beter kunt. Nee, hoor. Jij bent degene die altijd denkt dat hij beter is, Nino. Laten we erover ophouden. Morgenochtend 6:30 vertrekken we vanaf de grote stenen brug. Goed, ik ben er, reken maar. Afgesproken tot morgen. Hoi, een roeiwedstrijd. Ik moet het vlug aan Pieter gaan vertellen. Tot morgenochtend en dan zullen we wel zien wie er wint. Tot morgen! Tot morgen en zorg er vooral voor dat je op tijd komt, jongens. Ik moet er niet aan denken dat het morgen eigenlijk zover is. Als de inspecteur komt, laat ik hem door de voordeur binnen. En dan ga ik hem rondleiden door de school en dan houden we een praatje. Ja, dat is heel goed. Yeah.
Klaar? Ja, hoor. Daar gaan we dan. Klaar voor de start. Af! Niemand te zien. Ik vraag me af wie voor ligt. Volgens mij wint de inspecteur. Ik durf te wedden dat het bootje van Calimero's vader gezonken is. Oh nee hoor, ik weet zeker dat mijn papa gaat winnen hoor. Oh. Nou, geef je het al op, mijn beste. Dat had je gedacht. Hé, opgelet, daar komen ze aan. Wie ligt er nou voor, jongens? De inspecteur ligt voor! Oh, papa, volhouden. Je vader begint erin te halen. Oh, papa, hou vol, zet hem op! Oh, oh. Zet hem op! Waarom staat iedereen daar zo te gillen? Naar de andere kant. Oh, hoera! Ah, nou snap ik het. Vandaag komt de inspecteur. Ja, de inspecteur heeft van papa verloren met roeien. Wat? Houdt de inspecteur wedstrijden met jouw vader? Papa, papa, heb je pijn gedaan? Nee, hoor, mijn knecht. Gaat het een beetje, inspecteur? Zal ik u helpen? Oh! Zo, vriend, ik heb verloren. Jij bent blij natuurlijk. Nee hoor, jij hebt echt gewonnen hoor. Nee, eerlijk is eerlijk, jij hebt gewonnen. Nee, jij, waarde Nino. Maar ik vond het toch weer eens leuk voor een keer. Ik ook. Oh, wat een prachtige vriendschap, kinderen. Dat is nou eens een voorbeeld van echte vriendschap tussen twee mensen. Waarom huilt hij nou? Weet ik veel. Oh, het is echt niet goed, meneer. Wat kunnen we nou doen? Nee, het is niks hoor. Ik begrijp niet wat jullie je zorgen over maken. Excellentie, ik zou het zeer op prijs stellen als u een woordje zou willen spreken tegen deze kinderen hier. Wat zegt u daar? Een toespraak houden? Nee hoor, niet op een dag als vandaag. Maar meneer inspecteur... Hier is een groot man die de kinderen veel beter kan toespreken. Wat? De papa van Calimero. Wat? Ik? Inspecteur, moet ik hem laten spreken? Nee, onzin. Nee, ik kan geen toespraken houden. Nee, daar begin ik niet aan hoor. Echt niet. Nee, dankjewel. Nee, kijk wel uit. Maar wacht nou eens even, beste vriend. Waar ga je naartoe? Meneer de inspecteur. Papa! Excellentie, u moet ze toespreken. Wat ik jullie nog graag op het hart zou willen drukken is dit. Doe je best, wees niet bang. Neem een voorbeeld aan de papa van Calimero. Nee hoor, nooit van mijn leven zou ik een toespraak kunnen houden. Goed, ik hoop dat ik jullie ooit nog eens terug zal zien. Calimero, heb je dat allemaal gehoord? Hebben jullie goed geluisterd naar wat de inspecteur gezegd heeft? Niet bang zijn, gewoon je best blijven doen, dan komt het heus allemaal dik voor elkaar. Je bent niet alleen maar op school om te leren lezen, schrijven en rekenen. Waarom? Je kunt er ook leren vrienden te zijn, dat is heel erg belangrijk. Tot ziens, meneer inspecteur. Ik zal nooit bang zijn en doorgaan met mijn vriendschap, vooral met jou, Priscilla. Afsloven? Oh, nou, het is niet altijd even makkelijk een vriendje te zijn die nooit ergens bang voor is. Zeg, mama, weet jij misschien waar ik mijn bril heb gelaten? Geen idee, schat. Ja, oh, waar zou die nog toch kunnen liggen? Waar kan ik hem hebben neergelegd? Waar? Kijk eens in je kamer. Nee, daar heb ik al gekeken, daar lag hij niet. Je weet, ik leg hem altijd achter het nachtkastje. Ik was gisteravond zo dood op, misschien heb ik hem hier ergens laten liggen. Oh, koud zeg. Papa, wat doe je nou? Hij kan toch niet in de wasbak liggen, of wel? Hij moet onder het bed zijn, ik heb hem hier nergens gezien. Oh, misschien ligt hij wel boven.
Verdikkie. Oh, oh. Oh, schatje, lach me toch niet uit. Hallo, papa. Zeg, Calimero, heb jij de bril van papa misschien gezien? Je bril, papa? Nee, hoor, echt niet. Nee? Dan moet hij in de slaapkamer liggen. Zo, hé, hey, wat is dat? Ja hoor, papa's bril, hij heeft hem laten liggen. Sterke glazen, hè? Hoe kan papa daardoor kijken? Ik val. De bril is gevallen. Het glas is gebarsten. Wat moet ik nou beginnen? Oei, het kookt over. Wat doe jij nou nog hier, Calimero? Vooruit, maak voort. Je komt nog te laat op school. Wat moet ik nou doen? Lieve, wat is er gebeurd? Heb je je pijn gedaan? Hij moet toch ergens zijn? Je hebt die bril toch niet per ongeluk in de vuilnisbak gestopt? Hoe kom je daarbij? Heb je echt wel goed gezocht? Hoe kan ik nou heel goed zoeken als ik mijn bril niet op heb, vrouw? Ga jij dan eens kijken? Laten we alsjeblieft ophouden. Het heeft geen zin om boos te worden. Daar schiet niemand ook maar iets mee op. Kijk nou maar even, alsjeblieft. Hoe kan ik anders mijn werk doen? Ach, je wilt het toch wel eens even voor me doen, hè, vrouwtje lief? Goed. Ik zal wel even zoeken. Denk jij nog maar eens rustig na. Ik loop even naar boven. Wat moet ik nou toch beginnen? Waar is dat ding nou? Waar heb ik hem toch gelaten? Even denken, ik kan me herinneren dat ik dorst had. Ik wilde wat water drinken, toen ben ik naar boven gelopen en... ik ben weer naar bed gegaan, dat was het. Waar? Papa! Verdikkie! Papa! Papaatje toch? Ik kan hem echt nergens vinden. Vreemd hoor. Denk nou nog eens heel kalm na. Waar heb je hem kunnen laten liggen, lieverd? Ja, daar denk ik al die tijd al over, maar ik weet het echt niet hoor. Ik snap er niks van. Hé, Calimero, wat doe jij hier? Ga jij eens gauw naar beneden en eet je boterham, anders kom je te laat op school. Volgens mij moet hij ergens boven liggen, vrouwlief. Weet je het zeker, lieve? Ik zag hem nergens. Nou, kom, laten we dan samen nog eens gaan kijken. Stelletje dwazen, dit heb ik jullie toch nooit geleerd? Hoe halen jullie het in je hoofd? Dat kan toch niet, jongens? Schamen jullie je niet een beetje? Jullie zijn deze keer echt te ver gegaan, hoor. Spijt ons, meneer. Je lijkt wel gek, Pieter. Je had direct je excuses moeten aanbieden. Dat was heel wat eerlijker geweest, hoor je? Ik vind je gewoon een lafaard en gemeen ook nog. Ja, maar het is ook niet altijd gemakkelijk om eerlijk te zijn, hoor, Priscilla. Er zijn momenten dat je toch aan het kortste eind trekt. Denk je daar wel eens over na, hè? Hé, Calimero, je weet toch wat meneer Uil altijd zegt? Als je zegt dat het je spijt, wordt altijd alles wat je gedaan hebt je vergeven. Weet je toch wel? Dat is niet altijd waar. Als hij in een slecht humeur is, dan schreeuwt hij tegen jullie. Alle grote mensen zijn hetzelfde of niet soms. Het helpt niks of je zegt dat het je spijt. Wat is er aan de hand met jou, Calimero? Je loopt zo te sputteren vandaag. Is er iets vervelends gebeurd? Kom op, vertel eens voor de draad ermee. Nee hoor, er is niks gebeurd. Helemaal niks. Gewoon iets met een bril. Wat vertel je nou? Een bril? Zeg eens op, joh. Had ik het maar niet gezegd. Daar moet je niet zo over inzitten, Calimero. Ben jij nou een kerel of niet? Ga dan maar gewoon zeggen dat het je spijt voor het te laat is. Je kunt het toch niet geheim houden. Weet ik ook wel. Ik was van plan het vanmorgen te gaan vertellen, maar ik kon het gewoon niet. Papa keek zo ontzettend boos. Dat zijn smoesjes, Calimero. Ik weet best dat het niet meevalt, maar op een dag zul je de waarheid moeten vertellen. Dan moet je zeggen dat je er spijt van hebt. Het kan niet anders.
Jawel, dat weet ik wel. Maar kun je je nog herinneren dat ik pas geleden papa's zaag had gebruikt zonder het te vragen en dat de zaag brak? Nou, hij had het niet meer. Calimero, deze zaag is een van mijn belangrijkste gereedschappen. Als het nog eens voorkomt, dan stop ik in de kelder. Heb je dat begrepen? Alle mensen in de kelder? Oh, wat erg. Maar dit is toch wat anders? Je deed het toch niet expres? Dan zou je ook heus niet in de kelder stoppen. Wees maar niet bang, Calimero. Maar ik heb papa zaag toch ook niet met opzet stuk gemaakt. Nou ja, dat bedoel ik ook niet. Huh? Het enige wat je kunt doen in dit geval is zeggen dat het je spijt. Vind je ook niet, Calimero? Ja, eigenlijk heb je gelijk. Schatje. Oh. Heb je pijn gedaan, lieve? Nee. Oh, je kunt beter blijven liggen. Ja, want het is al de derde keer vandaag. Ach, je hebt een hele grote bult hier. Appa, ik kan er toch niks aan doen. Wat is er toch met mij aan de hand? Ik geloof dat we beter even naar de dokter kunnen gaan, lieverd. Je hebt lelijk je hoofd gestoten. Waar kan mijn bril toch eens hemelsnaam liggen, Cecilia? Ach, wind je nou maar niet op. Oh, Calimero, ben je al thuis? Luister, ik ga even met papa naar de dokter. Maak jij maar vast je huiswerk. Er ligt een krentenbol voor je in de keuken. Mama, die bril... Ja, hou je nou maar rustig, hè? Het komt allemaal voor elkaar. Oh, ze zijn weg. Wat moet ik nou doen, Priscilla? Je zei het toch zo zachtjes? Nou, je zag toch hoe het ging? Je stond er zelf bij. Ik kon het gewoon niet harder zeggen. Hé, Calimero, ben je nou een kerel of ben je dat niet? Ze zullen het me nooit vergeven. Dit is veel en veel erger dan een middagje in de kelder. Misschien sturen ze me wel het huis uit. Misschien wel niet. Heb je dan helemaal geen medelijden met me? Ik ga maar weg voordat ze me echt het huis uitsturen. Ik geloof dat dat het beste is, denk je ook niet, Priscilla? Calimero? Ja? Ik heb een heel erg goed idee. En dan krijg jij in ieder geval niet de schuld. Oh, nee. Nou, het is eigenlijk niet helemaal eerlijk, hoor. Maar kom op, Priscilla, vertel het nou. Wat is het? Kom op, vertel het nou, Priscilla. Doe niet zo flauw. Goed, Calimero. Dit was de laatste keer dat we geoefend hebben. Nou moet ik naar huis. Naar huis? Je laat me toch niet in de steek? Kun je niet blijven om me te helpen? Nee, dit gaat niet. Kan je niet alles voordoen? Je moet het echt zelf doen, hoor, Calimero. Oh, ik vind het zo griezelig. Schiet op, jongen. Vooruit dan. Nog één keertje oefenen, goed? Jij brengt eerst de bril naar de vuilnisbak. Ja, goed. En ik stop het erin. Zo goed, Priscilla. En als je vader en moeder dan thuiskomen, dan zeg jij, heb je de bril al gevonden? En dan zullen zij zeggen, nee, nog niet, Calimero. Ja, en dan zeg ik, waar zou die nou toch kunnen liggen? En dan loop ik met een bezorgd gezicht naar de vuilnisbak. En dan zeg ik, hé, pap, ik heb je bril gevonden, kijk maar. Ja. Zo is het goed. En dan zullen je vader en moeder zeggen, oh, daar lag hij dus. En dan krijgt niemand de schuld dat hij kapot is. Jij ook niet. Dus eind goed, al goed. Wat vind je van dat plan, Calimero? Oh, Priscilla, denk je dat het me zal lukken een beetje toneel spelen? Doe niet zo raar, Calimero. Als je dat nog niet kan, dan weet ik het ook niet meer. Ah. Oh. Zo. En nu weten we het hoe het allemaal in elkaar zit. Schamen jullie je niet. Calimero, wat is dat slecht van jou? Wat val je me daar ontzettend tegen, jongen? Kom eens hier. Wat voor rare spelletjes leren jullie op school? Wie bedenkt er nou zoiets? Je weet toch heus wel dat je veel beter de waarheid meteen kunt zeggen en gewoon kunt zeggen dat je spijt hebt of zo, hè? Als je dat doet, ben ik echt niet zo boos. Kom hier. Spijt me, papa. Zo. 1, 2... Nou krijg ik toch nog op mijn broek, het is niet eerlijk.
Hallo, lieve kinderen. Vandaag trekken we er met z'n allen op uit om de vlinders en bijen eens te gaan bekijken. Bah! Let eens even op, jongens. Het is de bedoeling dat je ze alleen maar gaat bekijken. Je hoeft er dus hoogstens maar 2 of 3 te vangen. Meer is niet nodig om ze te kunnen bekijken, want vlinders en bijen horen te fladderen en zoemen in dit prachtige bloemenveld. Hebben jullie dat allemaal begrepen? Ah! Hoi, wat een misje, nou! Kom, Brazilia, laten we ook gaan. Oh, kijk eens, daar heb je ze. Oh, ja! Oh, een pauwenoog. Hij zuigt honing op. Laten we hem eens beter gaan bekijken, Brazilia. We moeten hem eerst vangen, we moeten bekijken. Hé, wat heeft de meester nou gezegd? Ah, ah, ah. Jongens, kijk eens, alweer 3. Oh, Pieter. Ik heb er al 10 gevangen. Geweldig. Oh, dat mag je helemaal niet doen, hoor. Je moet ze bekijken, niet vangen. Nou jij je mond, ik vang de prachtigste vlinders van de hele school. Kom op, jongens. Ja, nou ben ik de vlinder vangen. Zie je nou wel, je moet ze vangen, Calimero. Maar we hebben er nog niet 1 goed bekeken. Ah, oh, kijk eens wat een mooie. Laten we hem vangen, Calimerootje. Zullen we hem proberen te vangen? Zo, die is voor mij, kinderen. Je bent gemeen, Pieter. De manier van Calimero is gewoon helemaal fout. Als je er eentje wilt vangen, moet je het gewoon op onze manier doen. Oké, nou hebben wij dus ook een tootje. Zet hem op, jongens, we moeten de 30 vangen. Ja, vooruit, lopen. Dag, Calimero, snel met duikelaar. Oh, laat ze maar, hoor, Calimero. Goed, Brazilia. Zullen we het bos ingaan? Ja. Daar zijn vast hele mooie. Denk je? Nou, vast en zeker. Kom mee dan. Oh, kijk daar. Wat een grote, zeg. Deze keer vangen we hem vast en zeker. Oh, wacht nog even, Brazilia. We moeten eerst kijken wat hij aan het doen is. Oh, schiet nou toch op. Pieter Eend zit achter ons aan. Opgepaast. Hoi, hoi, hoi. Hier is een grote. Zo, nou heb ik alle heide- en bosvlinders die er bestaan gevangen. Ben je lekker aan het bekijken, Calimero? En jij, Brazilia, wil jij misschien een paar mooie vlindertjes, hè? Jullie kunnen er een paar krijgen, hè? Maar dan moeten jullie wel met ons meedoen. Ja, nee. Oh, Calimero, dom hoor. Hij heeft ze allemaal afgepakt, moet je zien. Maar ik wil het eerst gaan bekijken, Brazilia. En kijk eens, het enige wat zij doen, dat is die vlinders vangen. Ik heb er nog 1 eentje. Vind je mij niet zielig? Of was ik maar niet met jou meegegaan? Ik had veel beter met Pieter kunnen meedoen. Had ik er nou ook een paar gehad, tenminste. Hé, hey, Brazilia. Nou, dat is ook wat. Ze heeft het weer. Ik zal nooit een vlinder pijn doen. Dat zal ik nooit doen. Maar ja, als ik er nou helemaal geen 1 heb gevangen, dat is ook niet eerlijk. Ah, een pop op een boomstam. Dat is het. Ik neem die pop mee naar huis en wacht gewoon tot het een vlinder is geworden. Oh. Ah, kijk eens even. Je brengt een pop mee en je wilt dat die zich hier verpopt. Dat is heel bijzonder, Calimero. Een heel goed origineel idee van jou. Ah, ik kan hem niet uitstaan, die kerel. Goed, een nieuwe opdracht, kinderen. Iedereen gaat een pop zoeken, maar denken jullie er wel om? Iedereen brengt er maar 1 mee, niet meer. Ja! Nou, kom op, jongens. We gaan. Iedere pop die we vinden, slepen we mee naar huis. Is dat goed? Maar waar wil je ze dan zo lang bewaren, Pieter? Heb je een plekje? We hebben een broeikast naast ons huis. Daar is het warm, zodat de poppen snel in vlinders zullen veranderen. En die kast is heel groot, dus er kunnen er heel veel poppen in. God zeg, wat een idee! Hey, neem nou niet al die poppen mee. Dat is zo zielig voor ze. Hou jij je mond, bemoei je er niet mee. Kom maar, jongens. Ah, oh, pa, wat een vervelend stelletje is het. Ja, 2 tegelijk. Ja, maar. En nog 1. Ja. Alsjeblieft. Ik heb er al een heleboel. Goed, hè? Dat is geen vlinderpop, dat is het ei van een kever. Wat? Een kever? En wat een kever? Kijk
kijk eens, hij ziet er wel gek uit, hè? Dat zeg je maar omdat je hem ons niet gunt. Maar mij hou je niet voor de gek, Calimero. Het is waar. Het is echt een keverij. Geloof me toch. Goed. Wat kan mij het ook allemaal schelen? Dan heb ik er ook nog een mooie keverij bij. Dat is nog veel beter. Komen jullie weer mee, jongens? Ja, kom op. Nou, dat is ook wat. Ik wil er alleen maar eentje om voor te zorgen. Het is zo spannend om te zien wat voor vlinder eruit komt. Ik heb de pop nou al bijna 4 dagen. De kleur is sinds gisteren aan het veranderen. Misschien wordt hij vannacht wel geboren. Calimero! Ja, Priscilla, wat is er? Hoe is het nou met je pop, Calimero? Oh, waarschijnlijk wordt hij vandaag geboren. Kom je ook kijken hoe die uit de pop kruipt, Priscilla? Oh, ik kom. Wat leuk, zeg. Priscilla! De poppen in onze broeikast staan op het punt uit te komen. Komen jullie eens kijken, hè? Oh, wat leuk. Zal ik nu meteen komen kijken? Maar de mijne staat ook op springen. Wil je hem niet zien? Ah, oh, dat tandje van hem, dat heeft toch niks te betekenen. Dat stelt niks voor. Die van hem is maar een doodgewoon kobietje. Misschien is die van jou niet eens een vlinder, maar een lelijke mot. Ah, een mot? Ja, een vieze, stomme, duffe mot. Meen je dat nou? Als dat waar is, ga ik meteen bij Pieter kijken, hoor. Maar misschien is het wel een prachtige vlinder, Priscilla. Maar je hebt er maar eentje. Ik zou het zo jammer vinden als de mot was en Pieter heeft er zoveel. Er zit vast en zeker wel een vlinder tussen. Dan ga ik daar maar heen. Dag. Ah. Ah. Ah, Priscilla, ben je daar? Opschieten. We gaan, jongens. Nou, ik denk toch dat het geen mot is. Ik moet mijn planten in de broeikast nodig eens water gaan geven. Hé, was dat? De deuren van de broeikast zijn dichtgebonden. Dat is echt weer iets voor Peter. Ik vraag me af wat hij nou weer in zijn schild voert. Je weet het nooit bij hem. Hé, wat is dat nou voor een rare plant? Zoiets heb ik nog nooit gezien. Oh, jakkes, wat griezelig gewoon dan. Wat is dat in hemelsnaam? Nee, maar het zijn vlinders. Oh, en hier is het kevers. Wat is dat? Vlinders. Help, ga weg. Weg, sst, ga weg. Oh, help dan toch. Laat het alsjeblieft geen motje zijn. Ah, daar komt ie. Ah, zie je wel, het is geen mot. Oh, laat het alsjeblieft geen motje zijn. Nou zeg, hij ziet er wel gek uit. Het is een koninginnenpaasje. Hoi, het is geen mot, het is een vlinder en nog wel een koninginnenpaasje. Ah, wat is hij prachtig. Ah, wat een prachtige vlinder. Hé, hey, Priscilla, hoe was het bij Pietering? Ja, dit was een toestand, joh. Een toestand? Hoezo, wat is er gebeurd? Nou, de vlinders en de kevers kwamen allemaal tegelijk uit. En toen kwam Pieters moeder, die helemaal niet van vlinders houdt. En die heeft ze allemaal weggejaagd met een bezem. En nou zijn ze allemaal voetzie verdwenen weg. Misschien was dat wel beter voor de kevers en de vlinders. Hé, mag ik nog even bij je kijken komen? Ja, het is een zwarte koninginnenpaasje, de mooiste van de wereld. Ik schrok. Pak hem dan, wacht de koninginnenpaasje. Wacht dan toch. Wacht. Au. Hé, wat
zon en nou is die helemaal weg. Maar hij vloog wel blijven. En vlinder hoort helemaal niet in een kooitje te zitten. Die wil lekker in het open veld rondfladderen. Het is beter om hem te laten gaan, Priscilla. Ja, je hebt wel gelijk eigenlijk. Nou, dag dan, lieve vlinder. Wel geluk, dag. Dag. Dag, lieve vlinder. Je bent de mooiste van de hele wereld. Giro, vinto, nuovo, d'oro. Dali, nero, tutto vero. Beviamoci un bicchiere di vinello bianco e nero. Dali, nero, sogna, cin cin. Cin cin, artista, sopra il meno, cin cin, spero. Su, cambian, cambian. Ra, ta, ra, ta, bla. Ik ben niet te kijken, laat ik je te kijken.